He has a big announcement to make. A big announcement. I'm not pregnant. No, not maar yet. Maar ik doe mee aan de expeditie van ons aan. Gewoon in één keer. Ja. Is geboren. Onze lieve kleine vriendin. Kan niet wachten. Ik ga nu al huilen. Ja? Is hij jongen? Wat is mama? Goedemorgen. Tikje missus. Met weer een nieuwe vlog. Het is ons voornemen om dit nu elke week gewoon te uploaden. Ja, we hebben genoeg beeldmateriaal gemaakt voor verzameld, de afgelopen tijd. Ja. Ja. Er is heel wat gebeurd. Sue expeditie, ik zwanger. Dus we hebben echt een hele leuke vlog. Wat je allemaal in deze vlog gaat zien is Lima haar tweede verjaardag, haar prinsessenverjaardag. Waar je al een blauwe jurk toevallig aan had. Ja. Mijn expeditie voorbereidingen. En het sportlancering van Reinier is echt super leuk met allemaal mooie influencers. Dus zijn jullie nou benieuwd? Blijf kijken, blijf abonneren en duimpjes omhoog. En ik ga natuurlijk ook mijn zwangerschap bekendmaken. Ook nog. Dus blijf kijken, hoop vind ik het leuk. Het is heel veel leuk beeldmateriaal. Dus love Reinier. She has a big announcement to make. A big announcement. I'm not pregnant. No, not maar yet. Maar ik doe mee aan de expeditie van ons aan. Ze moet er helemaal op lachen. En ik ga over 4 dagen weg. Bizar. Ja. 4. Je hebt al heel lange tijd geheim moeten houden nog steeds. Maar dit filmen we voor als alles online mag. En vond Jules het leuk idee. En tuurlijk weet Mariette, want dat is mijn business partner. Ja. Dus die moet het wel weten, uiteraard. Dat je waarschijnlijk hopelijk voor jou 30 dagen weg blijft straks. Ja. En dus we gaan nu samen een survival cursus doen. In the middle of nowhere, zoals je kan zien. Dat doen ze helemaal op een geheime locatie. Ga ik niet zeggen natuurlijk waar het is voor de toekomstige leden. Oh ja, dat is op zich ook wel slim. Aangezien niemand je natuurlijk mag zien. Jules heeft al helemaal haar eigen bergschoenen moeten inlopen voor de expeditie. Ja, je moet wel, het is wel echt een grote productie. Het is echt wel heel spannend. Ja, het is echt een psychologische test moeten doen. Als ik erover praat, krijg ik een soort van... Een andere auto van deze kant op. Een kriebel hoe in mijn buik. Doen? Hoe we dat gaan doen. Ja. Hoe we dat gaan doen, ja. Ik denk dat je hier moet staan. Aan de zijkant. Ja, maar dat kan je alleen hier doen. Ah, sorry hoor. We moesten een weg inrijden waar we eigenlijk helemaal niet in mochten. Kijk of dat een andere expeditielid is. Dat zou ik zo gaaf vinden. Nou, en ja, jullie zullen wel denken, hoezo heeft deze meid geen make-up op? Maar ik moet er een beetje aan wennen, want in expeditie... Krijg je helemaal geen make-up op. Geen make-up op. Heb ik gisteren wel een soort van peeling op mijn huid gedaan. Dus ja, dat was niet zo'n heel slim idee. Ik ga heel even ophangen en even goed kijken wie dat is. Vals alarm. Dat was geen bekend gezicht. Nee. Jules was ook echt nou, al niet voor mij. Weken aan het bedenken wie er nou mee zou kunnen doen. Ik had ook nooit bedacht dat ze überhaupt mij zouden vragen of dat ik mee zou doen. Dus nee. Ja... Als je dan moet gaan bedenken wie er mee gaat doen. Ja, ik denk dat je echt niet weet wie er mee doet. Het is sowieso... Ik weet het ook niet. Want wij zitten niet bij management. Nee, wij zitten waarschijnlijk niet in het wereldje. Want af en toe weten mensen het wel. Oh, dit is wel een kruising. Hij zei, ik sta bij een kruising. Zijn we dan te vroeg? Nee, dit is geen kruising. Oeh, niet de voeten. Nee, we hebben gewoon geen 1000 meter gereden. Nee, ik geloof 900? Niet. Nou, in ieder geval... En waarvoor doe je mee, Julie Reinders? Ja, ik doe mee om mezelf uit te dagen. En omdat ik nog nooit wat in mijn eentje heb gedaan. Nee. Zoals nu zelfs deze cursus gaat maar niet met mij mee. Heb ik afgedwongen. dus ja, daarvoor doe ik eigenlijk mee. Ja. Het is heel egoïstisch, want ik laat iedereen in de steek. Helemaal niet egoïstisch, helemaal. Dat is niet egoïstisch. Ik vind het wel egoïstisch. Waarom? Want je denkt niet echt aan je zoon of aan je vriend. Vind ik wel heel laten zien dat je het kan. Ja, ik ga het ook met heel trots hopelijk... Laat zien dat ik heel ver kom, mag ik hopen. Als ik er meteen word uitgestuurd, dan zal ik dit filmpje ook nooit laten zien. Nee, grap. Zijn wel banen. Dan, ja, dan is het voor mij wel al mislukt. Ja. Qua gevoel. Kijk hoor, ik denk dat dit... Dit is wel een soort van kruising. Maar waar ga ik mijn auto hier parkeren dan? Weet ik veel. Nou, misschien moeten we nu even... Ik ga hem even bellen. Ja. See you later, alligator. See you later. Dat is ook wel te vroeg, maar... Nou ja, 7 minuten. Hier ben ik dus linkshandig. Nee, je had dan de linkerkant vast. Ja. Ben je normaal linkshandig dan? Nee. Ja. Eigenlijk niet. Tadaa! Yeah. Joehoe!
Ik zie dat ik heel snel geïrriteerd word, dus dat niet lukt. En hierbij blazen al, helpt dat? Nee. Nee, hè? Nee, in het begin zeker niet. Ik zal hem er gewoon midden in zetten, zeg maar. Ja. Ja. Ook een training. Maar, Kijk er gaan! Ja, net er. Kijk, als je Tim op te pakken hebt. Haha! Nog één keer. Lekker blijven. Ja. Als dat fijner is, maar... Dan heb je wel twee losse onderdeeltjes die nog sneller kwijtraken. Yeah! Poep poep! Poep poep! En dan weer niet, nieuw. Of nog niet? Ja, laat maar. Onderin, heel goed. Yes, yes, yes. En door. Als je ziet dat ze branden, dan kun je er... Ik ben helemaal zo. Niemand gaat mij terugherkennen, zak. Harder blazen. Die wind draait steeds, hè? Ja, maar je kunt er gewoon inderdaad als je onderin blaast. Ja, precies. En als je met ademhalen draai je even weg bij het vuur, inderdaad. Ja. Want anders adem je gelijk weer de rook in. Maar... Nu al iets nieuws of nog even wachten? Ja, je kunt die dunne kun je er nog op gooien. En dan, Ik ben nog even een pro... Het beleid, hè? Ja, dat doet best oké. Okay. Ja, ik vind het voor jezelf hoor, dat je het nog... Oké, daar is de. Daar liggen de darmen. Daar liggen de darmen. Co must be proud. Wie? Coco, ja. Is voor jou, Co? Nee. Oh ja, en het graadje laat je er dus in zitten. Alleen ja. Bloedvatje uitdrukken. Dat heb ik al gedaan, kijk. Nou, daar gaan we. Ik vind dat mensen echt een stuk gaan om jou. Ja, omdat ze denk niet verwachten. Nee. Oké. Okay. Of ze niks anders doet? Ja. Vis van het hoofd. Zielig als je dat zo zegt. Geef mij dan. En dan kan je dit gewoon naar beneden. Ja. Tadaa. Alle andere ingewandjes moet je er nog wel uit halen. Ja, ja. Maar je hebt natuurlijk lange nagels. Interessant. Is dit niet het hartje? Nee. Ik denk dat het levertje is. Ja. Oh. Ja, en als je hem eigenlijk zeg, met de opgesneden kant naar beneden houdt, je trekt dan de kop eruit, dan valt het vaak ook al wat makkelijker uit. Oh, deze uit. Kant? Ja, dat je hem gewoon eigenlijk zoals je hem openmaakt, ja. Openmaakt en met een buik naar beneden. Ja. Ja. Je moet proberen je lippen wel onder controle te houden. Ik heb het gewoon in één keer. Ja. Flats, flats. Maar dat is een tik van ons, dat je helemaal zo gaat doen. Ja. Daar moet je op letten. Oh ja. Hier is een ding. Heel geforceerd. Lachen. Dit is een dikker visje. Ja. Lekker sappig. Oké, okay, waaraan heeft mama meegedaan, Rocket? Expeditie Robinson! Expeditie Robinson! We mogen het eindelijk van de daken schreeuwen. Ja. Jules doet mee aan Expeditie Robinson. Ik krijg zoveel vragen van jullie met hoe heb je dat in godsnaam gedaan met betrekking tot hem. Misschien is dat leuk in de volgende vlog een soort Q&A dat je alvast de vragen misschien hier beneden kan stellen. Ja, stel mij alle vragen wat je wilt. Je ziet hier wel alvast een stukje van de voorbereidingen. Ja. Ik en Marie zijn via Backtravel, heet die cursus. Heb ik een cursus gevolgd? Een cursus gevolgd. In the middle of nowhere. Helemaal om anoniem natuurlijk. Anoniem, ergens in de bossen ver weg. Met regen. Had je alles tegen? Ik had alles tegen. Ik moest leren vuur maken. Leren een vis te ontleden. Hakken. Hakken, knopen, touwen.
Dus ja, ik ging er heel vrij in en er stond geen eindtijd voor de cursus. Maar ik moet zeggen, ik was best snel klaar. Ja, je zat alles heel snel onder de knie. Ik met vuur maken. De eerste keer natuurlijk niet, maar daarna wel. En ik moest echt onwijs lachen om mezelf, want ik was helemaal in een ander soort habitat. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat niet van mij verwachten of kennen, maar ik vind het dus heerlijk. Ja, maar het is wel echt jullie eigen dat je in je Louis Vuitton jas die cursus gaat doen. Ja, maar daar heb ik dus ook weer niet over nagedacht. Dus ik heb heerlijk een vis ontleden en dan het mes onder mijn jas en opengemaakt. Sorry voor de dierenliefhebbers, maar ze waren natuurlijk, deze waren al dood. Ja. Maar ik moet op het eiland gewoon kunnen overleven. Dus ik moet wel weten hoe ik een vis moet ontleden. De basisbehoefte moet je gewoon leren. En dat heb je, is het niet verplicht toch? De cursus kan niet. Nee, niet de cursus is niet verplicht. Veel mensen hebben het ook niet gedaan. Ik vond het, ja, ik vond voor mij als voorbereiding wel nodig. Voor de rest, qua voorbereiding heb ik ietsjes meer gesport, maar ook niet heel veel meer. Ik heb meer op quality time gefocust, dus ik ben naar Tokio geweest en Hongkong samen met Rock en Mike. En dat was voor mij wel even quality time en bonden. Ja. En dat was voor mij het meest zware qua voorbereiding. Jij bent meer echt bezig met het afscheid. Met het afscheid, cadeautjes voor Rock, brieven, filmpjes. Ja. Iedereen goed inlichten, maar goed. Ik heb zoveel goede hulp gehad van mijn schoonmoeder, van mijn lieve vriend, van Marie, van mijn ouders, van Romee. Ja. Dus nee, het is echt uiteindelijk goed gekomen. Uiteindelijk goed. Zo, good morning. Wij vieren vandaag Lima de verjaardag. De kindjes zijn al wakker. En ik heb zelf gewoon even met Jijn deze slingertjes opgehangen. Niks bijzonders. Want hippie parade, Chantal komt straks om alles aan te kleden. Lima is helemaal dol op prinsessen. Dus het wordt helemaal prinsessenthema. Ik heb even deze alvast opgeblazen. Nou, dat is echt al een half uur mijn zoet. Welke verjaardag vieren we vandaag? Paul! Van Limi! Het is een ballon! Ik heb zoveel zin in vandaag. Het zou eerst een beetje gaan regenen, maar we hebben gewoon zon vandaag. Het is namelijk allemaal buiten. We hebben lekker de tuin opgeruimd. Chantal gaat aan de schuur helemaal een partydoek hangen met prinsesjes. Zo leuk. En er komen dus ook twee echte prinsessen vandaag langs om Lima te verrassen. En ik heb zelf alvast even deze ballonnetjes gedaan. En eventjes nog een versiering gedaan. Dit heb ik laten maken. Superleuk. Nog een kleur. Het is allemaal gepersonaliseerd. Nog een kleur. Nee, dat hebben we toch genoeg? Nee, maar... Nu is het nog een troep. En we gaan straks alles filmen als alles klaar is, hè? Als wie ging jij verkleed, Livia, vandaag? Als een poester. Als een poester. Yeah. En Livia, als wie ga jij vandaag verkleed? Rapunzel. Want wie is er jarig? Zo, ik zei het. Ik vind het zo leuk. Oh, Limi zien. Ik vind het zo leuk om verjaardag te vieren. En nu is onze jongste alweer 2. Doe maar hiep hiep. Hoera. Zo leuk. Ik heb er zelf een zin in, dus ik neem jullie mee. In alle hectiek nu. Dit is alvast een sneak peek van het cadeau. Die gaan we straks geven. Hele leuke fiets. En ik heb hem ook voor Livia gekocht. Die begrijp ik niet zo goed dat het echt allemaal voor Lima is. Ik vind het zo zielig als zij dan zo'n hele mooie Disney prinsessenfiets krijgt, Lima. En Livia past er niet op. Dat ik denk, oh gosh, dus dat hebben we ook maar gekocht. Ik heb ook superleuke dingen op TNU besteld. Toverstafjes. Ik ben nu alle kroontjes aan het in elkaar aan het zetten. Voor ieder meisje hier in kon hebben ze hun eigen toverstafje en kroontje. We gaan kroontjes beschilderen en stickeren. En ook een eigen toverstaf maken van hout. Ik heb zoveel zin in. Ik heb zoveel leuke dingen gekocht. Dat doe ik eigenlijk altijd. Het enige waar ik van baal is, ben dus een tafelkleed vergeten. Normaal heb ik dat altijd met etagères voor alles. En nu ben ik het eens vergeten. Dus ik ga vandaag even op pad voor een Disney tafelkleed. Met deze. Oh, wow. Oh, die poppen die zo erop maken. Ja, die ga ik straks maken, ja? Ja. Oké, ga zitten. Ik ga deze openmaken. Ja. Ja. Oh, Limi! Balloons, 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 balloons. Jij is gevlucht naar boven. Die denkt, oh mijn god. De meisjes zijn bij mijn schoonmama slapen en Livia. Dat scheelt zoveel. Want dan kan ik het een beetje ook nog als verrassing houden. En dan kan Lima gewoon even rustig slapen terwijl jullie druk bezig zijn. Kijk nou. Dit zijn de outfitjes van de meisjes. Voor alle vragen, de jurk zijn gewoon van TMU. De sokken ook. En de schoentjes heb ik in Disneyland gekocht. En dit zijn ook allemaal van TMU. Alle dingetjes die je ziet. Ring, kroontje. Dit is
Rapunzel Lima en Livia gaat als assenpoester. En hier zie je al een Anna. En dan heb ik hier alvast even de hapschalen neergelegd. Alles wat ik zo moet maken. Chantal is nu aan het opruimen. Ik heb eventjes leuk de donuts in etagères neergezet. Kijk nou hoe leuk. Belle, Rapunzel, Elsa en Anna, assenpoester. Ik heb hier even al zakjes allemaal voor de kindjes gemaakt met ja, wel chocolade, ei en chipjes en zo. Ik heb tatoeages voor de kindjes en we gaan leuke toverstappen maken. Ik heb echt van alles gekocht om lekker te knutselen. Maar die maar haar favorite. Ik val bijna over die tas hier. Elsa. En dan is het mooi weertje gelukkig. Is dat het enige? Ik zal zo even te laten. Dit is toch niet normaal? Lima gaat echt gek worden. Bel, een kasteel. Hier kunnen ze allemaal leuke toverstaffen maken. Kleurboekjes en kroontjes. Sneeuwwitje. Once upon a time, there was a little princess named Lima. Nou, dat punt is haar favorite in het midden. Kijk nou, ik ben echt... Ik vind het niet normaal hoe zij dit altijd zo goed kunnen. Uitkiezen. Ja, welke heb je nu, Lima? Zonnetje. Ja. Op bellen, toch? Ja. Of op je wang mag ook? Een beetje. Maar die hebben we al. Nog op je wang, wil je die? Een beetje. Hier. Oh. Ga je dan weer de kleurtjes kiezen? Oh. Wat is het allemaal nodig? 1, 2. Maar zijn jullie klaar om echte pirouetjes te hebben? Dat is een heel moeilijk woord voor rondjes draaien. Oh, jij ook niet. Ja, kan je ook toch? Ga maar een rondje draaien, Livia. Oh, hier nog een rondje. Dankjewel. Oh, wat een beetje raar. Zo, doe ik deze. En de andere kant op. Wow, Livia. Goed zo. Laat het gaan. Op één been. Thema. Sinds wij naar Disneyland zijn geweest in mei is Lima helemaal dol op alle prinsessen. Zo schattig. Zo leuk. En we hebben echt een heel leuk thema met prinsesjes bedacht. Ze was echt, ik denk dat het nog echt de mooiste dag van haar leven. Ze heeft het er nog steeds over. Het zag er ook gewoon echt uit als een sprookje, als het opengeslagen boek, als backdrop. Ja. En jij had een hele mooie blauwe jurk. Jij leek wel op Jasmine. Ja, iedereen dacht dat ik op Jasmine leek. En het leek me echt mensen binnen ik een blauwe jurk aan had, maar ik wist toen nog niet dat ik een jongetje kreeg. Nee, ik zei het wel al vanaf dag 1. Ja. Maar dan is die kleine Limi gewoon alweer... Ja, Hippopermee had weer de hele aankleding gedaan natuurlijk. En sprookjesfeesten had ik ingehuurd. Het waren echt geweldige prinsessen. We hebben nog nooit de kinderen niet hoeven te vermaken. We waren echt 2 uur lang helemaal obsessed met prinsessen. Ja, dat was zo schattig. Met zingen en kleuren. En aan het einde kreeg Lima een kroontje op. Nou, ze was echt helemaal in de wolken. Livia vond het namelijk nog zo leuk. Die moest eerst even wennen altijd. Die wil nu voor haar verjaardag ook prinsessen. Dus dat laat maar eens zien dat hoe leuk ze het hebben gehad. Ja. Alleen Rock vond het minder leuk. Ja, of minder leuk. Rock die is altijd heel snel bang voor dingetjes. En die vond het een beetje indrukwekkend dat er opeens 2 prinsessen waren op Lima de Vlaar. Ja, dat geeft niet. Maar daarna vond hij het hartstikke leuk. Zo, we staan helemaal ready to rumble. Lekker opbouwen. Maar we mogen pas vanaf 9:30 in. Het is een sportlounge. En we kunnen niet wachten. Zo voor zin in. Nick is ook lekker als aan het uitladen. Chantal staat er al met Hippie Parade. Het wordt amazing. Jules lekker aan het opmaken in de auto. Hè? Het verschil moet er wezen. We zijn wel lekker. Helemaal ready. Nou, we are ready. Zo goed als. Hallo. Hoe leuk is deze ruimte, jongens? Onze eigen meditatiestudio met iedereen met Reinders aan. We hebben Reinders handdoeken laten maken naar de sokken en bidons. We hebben spiegels gehuurd. Hallo. Oh, echt? Marijn, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Top. Mijn kont is helemaal weg. Valt echt reuze mee. Ja, nee, beeldig. En als je zit, dan sluit je je ogen. De inademing, waarbij je jezelf iets verlengt. En je uitademing waarbij je verbindt met jezelf. En je laat zakken in je meditatie.
is aan. En dan kunnen we beginnen hoor. Hoe leuk. Iedereen is gone. Iedereen heeft lekker gegeten. Het zag er echt beeldig uit. Ik wil echt super gezellig vaker met Rijn's event doen. Ik vond het helemaal gezellig. Het is toch helemaal de sfeer van de collectie. Heel leuk. Ook zie je ons deze vlog, onze sportlancering. Ah, het was echt geweldig als Jill de sportcollectie aankwam met Expeditie. Maar dat hadden we eigenlijk niet natuurlijk van tevoren gepland. Nee, maar het kwam echt precies goed uit. Perfect uit. Ik kon er alles meenemen. Het heeft alles doorstaan. Ja. Al het water, zon, zand, strand, zand, hitte, balken, beesten, alles maar op. Dus nee, daar was ik heel blij mee. Maar we wilden het ook nog hier lanceren, uiteraard. Ja. We wilden gewoon heel graag laten weten dat de sportcollectie natuurlijk niet alleen maar voor 20 plus is. Maar ook gewoon voor de oudere vrouwen, maar ook voor de vollere meisjes. Maar ook gewoon voor echte sporters, maar ook gewoon voor dagelijkse dragen. Dus we hadden echt een superleuke combi van alle vrouwen die eigenlijk zo langs geweest. Ja, en we hebben een leuke studio afgehuurd in Amsterdam. De White Door Studio heet dat. En we hadden heel veel diverse mensen uitgenodigd. Dit was uiteindelijk het groepje geworden. En ja, iedereen die het aan had, zei, het is zo'n fijne, lekkere stof. Het schijnt niet door. Nee. Het kleedt goed af. Er zit heel veel stretch in. Dus we gaan tot en met maat L. Maar iemand met XL, misschien zelfs wel XXL, past het echt makkelijk. Ja, past makkelijk. Wij dragen zelf ook allemaal een maatje kleiner. En het is geen verkooppraatje, want als jullie het hebben, zullen jullie dat ook beamen. Ja, maar het was zo leuk. Fijn. Het was echt we hebben een hele lekkere meditatie gedaan. Voor ons ook allebei de eerste keer. Voor veel vrouwen ook. Ja. Het was heel inspirerend om dat met z'n allen te doen. En daarna een heerlijke lunch van Sea Salads weer. Ja, Hippeperwee doet altijd onze aankleding. Dus voor alle vragen, Hippeperwee is eigenlijk altijd onze vaste partij daarvoor. Dus we hadden eigenlijk een heerlijk ochtendje met relaxen. En daarna een heerlijk afsluiten met een heerlijke lunch. Iedereen die kwam in een mooie sportset. En die heeft eigenlijk ook allemaal gevraagd om een extra sportset. Omdat het zo lekker zit. Ja. En we vonden het gewoon heel leuk om zoveel support te ontvangen van alle lieve mensen die zijn gekomen. Dus maar ook van jullie, door alle bestellingen natuurlijk. Ja. Het staat inmiddels al een tijdje online en het wordt zo leuk op gereageerd. Dus we hebben nog wel een paar maten op voorraad staan. Dus als je nog niet hebt gedaan, moet je zeker even kijken. Sjoe heeft het ook vandaag aan. Ik zal het zo eventjes iets beter laten zien. Maar Dolce is geboren. Onze lieve kleine vriendin. Kan niet wachten. Ik ga nu al huilen. Ik ben zo nerveus. Ben jij nerveus? Ik ben heel nerveus. Ik ben niet rennen. Niet rennen. Ik ben zo zenuwachtig. We hebben de bloemen mee. En Loesje, allemaal rijders. Echt, hè? Kom maar. Oh, nog een deur. Don't mind my morning face. Maar vandaag is de dag dat we gaan weten of ik een meisje of een jongen in mijn buik heb. Ik heb er niet van geslapen. Het is wel een beetje spannend ook, omdat het idee is dat het onze laatste is, denk ik. En mijn gevoel is het toch wel een meisje. Maar het lijkt me ook gewoon leuk voor Rock en voor onszelf dat we nu eindelijk een jongetje in de familie krijgen. Ik ga zo maar even met de meisjes in bad, tijd doden. En dan is ze er om 10:30 van Pret Echo. Kom bij ons thuis. Ik ga niet horen. Nee, we zijn met z'n viertjes. Ik ga niet horen. En dan daarna komt ons vriendin. Mama, moet even stil zijn. Oké, even stil zijn. Wat denk jij dat in mama's buik zit? Meisje. Een meisje? Ja, maak het er weer. Oh. Wat ben je doen? Een meisje. Dennetje gelijk heeft. Nee. Dennetje gelijk hebt. Maar het zal leuk zijn als er een jongetje zit. Oeh, surprise. Nee, het is nu. Oh, mijn ring is blijven haken. Mama is 10:50. En over 10 minuten
weten we. Nou, dan komt Pret Echo. En dan weet je dat een jongen of een meisje in de buik zit. Heel spannend. Hé meisjes, jullie zien er heel mooi uit. We hebben zelf hun haartjes gedaan. En kleding uitgekozen. Woehoe. Spannend. Ja, 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 ja. Oh ja, ja. Ik ben lekker emo. Maar we krijgen dus een jongetje. Ik ben zo blij. En jij me ook. Mama en papa en iedereen zijn onderweg. Oh, zo leuk. Klein jongetje in mijn buik. Nee. Wacht tot iedereen er is, hè, Livia? Dat is echt niet zeggen. Oké, okay, nee, nu wel. Ben je er al bijna? Nee, maar ik dacht, nu kan ik wel zeggen, toch? Zeg maar wat het is. Moet ik niet zeggen? Ja? Is hij jongen? Nee. Jongetje! Oh, wat leuk, hè? Eindelijk is het niet van jongen! Nou, gaat feestje, schatje. Dit is een jongen! Broer! Klein broertje! Ja! Hey, Bill! Ken je die niet? Ja! Woe! En dan overal! Wat zie je er mooi uit? En dan duikt het in die vloed! Hallo! 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 Ik ga niet zeggen. Ja! Zie ik van een helikopter? Wat denk je dat is dan? Wat denk je dat is? Kom maar, zeg met mijn naam. Hallo! Oh mijn god! Zeg maar! Zeg maar! Wat is het? Een jongen! Oh, wat geweldig! Een chapeau! Heb ik een man in de oh, wat goed, zeg! Niemand mag het weer, hoor! Oh, wat leuk, hè? Eigenlijk helemaal was een big surprise. Een big surprise. Nou ja, het was wel gepland, toch? Ja, ja, maar voor ons niet, maar voor de mensen wel. Ja. Ik heb het best wel lang geheim kunnen houden in stories en zo echt mijn buik echt goed kunnen inhouden. Zelfs bij het sportevent was al best wel zwanger. Ja, was ik al zwanger. Of best wel, je was toen al zwanger, ja. Dus je moest het elke keer inhouden. Ja, maar we zijn echt heel, heel, heel gelukkig. En zoals jullie weten krijgen we een jongetje, dat nou maakt het helemaal compleet. We hadden, natuurlijk heb je nooit echt een voorkeur, maar we vonden het natuurlijk wel leuk omdat het nu een jongetje is, ook voor Rock. Want die heeft echt alleen maar meisjes om zich heen. Vijf. Maar ook voor onszelf. Dat, ja, gewoon, je bent gewoon benieuwd ook hoe een jongetje is. Dus wij zijn echt, 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 echt super blij. Ik zal het mijn buik laten zien. Ik krijg heel veel vragen over. Het is echt al een dikke buik. En hoe ver ik ben? Ik ben nu 4 maanden. Oh, is cool. Dus ik heb gelukkig nooit klachten met zwangerschap of kwaaltjes. Liefst wil ik mijn hele leven zwanger zijn. Ik vind het echt heerlijk. Ik voel de baby nog niet omdat mijn placenta voor ligt. Dus ik kan niet wachten op dat moment dat je echt de baby gaat voelen. Maar het was zeker gepland voor alle vragen. En ja, wij vonden het gewoon superleuk, al die kindjes. En het is gelukkig ook heel goed te combineren met ons werk. Nog wel. Nog wel. Nee, nee, superleuk. Dus, je zei tegen mij dat je zwanger was. En toen zei ik al meteen, dit wordt een jongen. Ja, Sjoel zei het meteen al. Ik dacht, dit wordt gewoon een jongen. Bij Romee voelde ik meteen, dit is weer een meisje. Ja. Terwijl heel veel mensen dachten dat het een jongen was bij Romee. Maar ik zei, nee, dit is weer gewoon een meisje. En het klopt. Ja. En bij jou wist ik ook meteen dat ik een jongen kreeg. Ja, echt superleuk. Het is gewoon, ik moet echt nog helemaal wennen dat ik een jongetje in mijn buik heb. Ik heb nog helemaal niks gekocht, omdat ik gewoon helemaal niks leuk vind. Voor nee, jongens is het bijna echt niks lastig. Voor jongens. Meisjes had ik al lang echt de hele kast vol gekocht. Maar nee, het is echt superleuk. En iedereen vraagt ook naar de namen, maar dat gaan we natuurlijk nog niet zeggen.
Wel kan ik zeggen dat het weer met een L begint. Omdat die traditie houden wel leuk dat in. Dat vinden jullie wel leuk, ja. Ja, om dat erin te houden. En Rock is ook zo blij. Die zegt gewoon tegen iedereen dat hij een broertje krijgt. Dus heel veel mensen denken dat ik zwanger ben. Maar dat is niet zo. Dat komt gewoon omdat Marie natuurlijk nu een jongetje krijgt. Ja, maar hij komt wel in februari ook een jongetje. Dus we hebben eigenlijk allebei onze jongetjes in februari. Dus dat is wel echt bijzonder. Zo leuk weer. Ja, en Romeen natuurlijk ook zwanger tegelijkertijd. Ja. Ook niet gepland, maar ook echt super leuk dat het nu eigenlijk wel gewoon samen is. Iedereen vraagt nu en Jules. Maar en goed. Jules. Je neemt niet zomaar een kind natuurlijk. Het is niet zo dat het allemaal vanzelfsprekend is. Nee, maar ik snap de vraag op zich wel. Want we waren daarvoor natuurlijk ook met z'n drieën. Ja. Alleen ik heb wat dingetjes zoals HPV, uitstrijdjes, dingetjes wat niet kloppend is. Dus ik moet even wachten. Ja. Ik zou ook alle vrouwen en meisjes adviseren om een uitstrijdje te laten maken voor je 30ste. Dat heb ik eigenlijk hier iedereen op kantoor geadviseerd. En het is bij sommigen ook echt goed geweest. Ja. Dus nee, ik ben momenteel daar heel erg mee bezig. Dus het is nog niet mogelijk. Anders was het zeker wel misschien dat ik al eerder zwanger was geweest. Of nou, je weet natuurlijk niet of het lukt weer voor de tweede keer. Kijk maar hij staat er nu wel meer voor open. Je zei altijd dat je eentje had. Je wilde graag. Omdat je zo voor Rock en je vindt het lekker makkelijk natuurlijk. Ja, maar ik vind nu, nou niet zielig voor Rock, maar hij zegt, Romeen krijgt weer een baby. Marie, waarom jij niet? Hij snapt er niks van. Nee, maar ja. Het moet wel gewoon kunnen en lukken. Maar wie weet voor in de toekomst dat weer ons is gegund. Dus nee, we kunnen echt niet wachten. Ik ben heel druk bezig met Marie met de baby showers regelen voor Romeen. Ja, ze weet nog niet wanneer het is en wat het thema het is. En ik ben ook al Marie de baby shower aan het regelen. Ja, lekker druk. Ik vind het alleen een rotperiode te stemmen. Dat had ik zelf natuurlijk ook. Ja, het is een rotperiode. Ik kan niet lekker buiten. Dus ik moet nog een hele leuke locatie vinden. Maar ik heb een hele thema al in mijn hoofd. Dus ja, het wordt weer iets. Ja, voor Lima heb ik geen baby shower gedaan. Nee, heel stom. En nu met een jongetje denk ik, ja, ik wil wel een baby shower. Wil je wel weer een baby shower? Hebben we met Lima geen baby shower gedaan? Nou, het was toch gewoon zo'n de gender party. Beetje zo'n. Was het niet met die beren? Nee, dat was wanneer we wisten dat het werd, toch? Oh, dacht dat een baby shower was? Nee, dat was gewoon meer de. Nee, dan weet ik het ook niet meer. Maar in ieder geval, het thema voor Romee is weer compleet anders. Het thema voor Marie is weer compleet anders. Nog niet wat we eerder hebben gedaan. En ja, dat vind ik ook wel een van de leukste dingen om dat te bedenken. Dus we hebben echt zoveel leuk nieuws. We zijn echt zo lang niet bij jullie geweest. Sorry daarvoor. Echt expeditie, zwanger, werk, nieuwe drops, sportlancering. Ja, echt. Ons nieuwe bedrijf lanceert ook af het einde van het jaar. Zijn we ook heel druk mee bezig. Dus het is gewoon, Marie heeft een nieuw bedrijf met haar vriend gelanceerd. Ja, misschien hebben we dat ook wel een klein stukje in de vlog dat ik dat laat zien. Lilo's. Dus vanaf nu gaan we jullie gewoon weer spammen met ons privéleven, maar ook ons zakelijke leven. En als jullie vragen hebben, laat het ons weten. Because we miss you. Dankjewel voor het kijken en blijf abonneren op ons YouTube kanaal. En ik zal nog even mijn auto laten zien. Ja. Ik draag dus nu. Marie die draagt dus de nieuwste drop. Die komt volgende week binnen. Dus als jullie deze vlog kijken, bijna. Twee dagjes. En ik draag nu de legging in stucco. Er zit een heel mooi veetje aan de achterkant van de broek. Dat vind ik altijd echt super mooi bij de billen. En ik draag dit in maat XS. Want die legging vind ik dus heel ruim vallen. Ja. Met een topje erbovenop met een heel mooi patroontje. Ja, en ik draag hem dan gewoon met een blazer. Ga ik even pakken. Ja, want ik krijg heel veel de vraag, kan sport ook gedragen worden de alledaags? Maar wij dragen het eigenlijk alledaags en we sporten niet zoveel. Niet zoveel. Nee. Ik draag het gewoon vandaag met deze lekkere blazer. En dat vind ik dus ook echt een heel leuk lookje. En wij zijn dus de enige denk ik die heel blij zijn dat het eindelijk weer wat kouder wordt. Dus wij kunnen eindelijk ons niets.